Stafferbeek, ja, 9-0 winst. Het was een leuke wedstrijd. Geen hoogstaande wedstrijd, vond ik zelf, maar wel een leuke wedstrijd. Ja, ik denk dat het vooral belangrijk was dat we de volgende ronde bereikten. We hebben een aantal jongens laten rusten. Anderzijds hebben we een aantal jeugdspelers wat meer laten spelen om toch wel wat matchritme op te doen. Ik denk 5-0 bij de rust en 9-0 op het einde. Ik denk dat dat toch een goede uitslag is. Nu tref je de vrienden van Gelco Hasselt, die zich afgelopen woensdag al wisten te plaatsen. Voordeel wel, wedstrijd is er maar één wedstrijd in de halve finale en ze wordt dan hier nog in het rooi gespeeld. Nogmaals, bekercompetitie is de kortste weg naar succes en naar een beker pakken. Dus ik denk dat het een zeer mooie wedstrijd kan worden. Onze vrienden uit Hasselt hebben een zeer goede ploeg. Dus wij denken hier vol huis te hebben tegen Hasselt, dus dat is plezant. Dat zal de eerste vrijdag vermoedelijk zijn van maart. Ik denk 4 maart. En dat gaat een goede wedstrijd zijn sowieso. En laat de beste ploeg winnen. Nu, als het aan Hasselt is op die moment, ja, dan is dat maar zo. Maar we gaan in ieder geval ons veld duur verkopen. En ik zou zeggen, één van de twee naar de finale, dat zal in ieder geval al een mooie finale worden. Hasselt heeft niet stilgezeten. De manager, al daar kennende, heeft een Spaans talent binnengehaald, Gonzalo. We hebben hem al bezig gezien. Hij is van goede makelij. Is FT Antwerpen daarmee bezig, met dergelijke zaken dan? Nee, in tegendeel. Ik denk dat de formule bij ons is eigen jeugd. Dat wil niet zeggen dat we geen spelers kunnen of willen gaan halen. Maar de voorkeur wordt gegeven aan onze eigen jeugd. Wij werken er heel hard aan en wij willen dat ook zo blijven behouden. En zoals je kunt zien, we staan op kop. Dus we zitten in de halve finale van de beker. Ja, beter kan niet. Dus laat ons zeggen, we gaan doen op deze manier verder. En moest het zijn dat we voor een verrassing zorgen, dan zullen we niet nalaten ermee op de markt te komen. Ja, tot slot, dan ga ik je laten. Iedereen weet natuurlijk, vriend en vijand, dat je zeer goede contacten hebt met Theo Geladi, de manager van Hasselt. Nu sta je tegenover elkaar. Heb je nog een boodschap voor hem als zij naar hier komen voor de beker van België? Zeker en vast. Ik hoop dat Theo gezond blijft tot dan. Hè. En dan gaan we zelf genieten van die wedstrijd. En ik zou het op prijs stellen dat Theo mij geluk wenst na de halve finale.